De hulphuis komt onherkenbaar in beeld. Geen vins, geen vins. Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, bij Sparta willen kijken. Of zondagmiddag lekker schreeuwen in vak S, bij mijn eigen oude Kuip. Ja, de echte paus heeft natuurlijk hartstikke druk met het lijden van de hele wereld. Dus in eigenlijk elke stad heeft hij wel een hulppaus. Net als een hulp Sinterklaas. En aan kampioen of wat, naar het Hofplein, voor een koude frisse duik. Er is nu een petitie voor Rotterdam. En het naartoe brengen van de paus in ieder geval naar Nederland. En ik probeer daar mijn steentje aan bij te dragen. En natuurlijk het promoten van Rotterdam, want ik kom stiekem uit Rotterdam. En ik hou van de stad. Het liedje is vandaag gereleased, dus we gaan hopen op een grote hit. Zeker met de carnaval. En het zou natuurlijk het mooiste zijn als wij, nou laat ik zeggen, bij Feyenoord tegen Heerenveen in maart. Als we het dan allemaal meezingen op de tribune. En dan ben ik erbij om het te checken. Je nooit vergeten, als er geen rondje knor zou zijn. Bedankt voor die koopgoot, bedankt voor die koeman. Hand in hand, kameraden.